Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van woensdagmiddag 29 augustus. Veel bewolking boven Nederland momenteel. Dat heeft allemaal te maken met een storing die vandaag over ons land trekt. En die storing hangt samen met een koufront. Aan de achterzijde van het koufront klaart het breed op, zoals is te zien in het noorden van Engeland en met name ook in Schotland. En daarvoor is dus veel bewolking en ook een regen en soms buien met lokaal zelfs kans op onweer. Dat is goed te zien als ik ook de neerslagvelden erbij plot en ook in beweging zet. Dan is te zien dat het kou rustig over ons land trekt. En uiteindelijk gaat het in de loop van de nacht vanuit het westen opklaren. Komen er morgen overdag nogal wat stapelwolken en een paar buien voor. Maar dan schijnt ook af en toe de zon. In de nacht naar vrijdag dan komt nog een pluk met bewolking over ons land. Ook dan misschien een spat regen, maar dan blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Vanavond dan worden dus geleidelijk aan droog. Mogelijk dat de eerste opklaringen in de loop van de avond Zeeland al bereiken. Er waait de meeste noordwestenwind, die is bovenlandmatig. Aan zee ook soms meestal matig, maar soms ook eventjes vrij krachtig, windkrachten 4 of 5. De temperaturen niet laag, 16 of 17 graden en met name dus de regen in het oosten van het land. Vannacht dan klaart het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. En lokaal ontstaat daarbij ook een mistbank. Dat zal lang niet overal het geval zijn. En als er een mistbank ontstaat, is het een ondiepe mistbank. Morgen is het dan wisselend bewolkt. Dan gaan er verspreid ook een aantal buien vallen, de meeste in het noorden en oosten van het land en waarschijnlijk dat het in Zeeland droog blijft als gevolg van de buien schade die Engeland wel eens over ons land uitwerpt. De noordwestenwind is meestal matig van kracht aan zee soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 18 tot 20 graden. De komende dagen dan zien we dat het vrijdag en zaterdag op de meeste plaatsen nog zo'n 19 tot lokaal 23 graden is. En met name vrijdag kan er in het noorden nog een enkele bui vallen. Zaterdag dan is het waarschijnlijk overal droog, ietsjes warmer dan de vrijdag. En zondag dat lijkt dan een zonnige dag te worden met landinwaarts alweer zomerse temperaturen. En dat allemaal bij een matige oostenwind. Ook begin volgende week gaan we nog hoge temperaturen op de thermometer zien. Maandag en dinsdag landt in maart waarschijnlijk op de meeste plaatsen zomers warm. Misschien dat de woensdag eraan vast wordt geplakt. Op de lange termijn, dan kan het maar zo zijn dat de warmte toch in onze buurt blijft. Of misschien zelfs in ons land blijft. Maar de onzekerheid, die wordt wel een stuk groter. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl